De zorg voor niet-COVID-19-patiënten in ziekenhuizen baart nog zorgen. Door de grote aandacht die gaat naar coronapatiënten die acute zorg nodig hebben, komt de zorg van patiënten met andere ziekten in gedrang. Huisarts Elisabeth Bergraaf zegt dat de zorg voor deze patiënten gelukkig weer langzaam op gang komt. De zorg is totaal de mist ingegaan. Het lastige is dat na zoveel jaar ziekenhuizen zijn uitgeput, personeel is uitgeput. Dus voor je dat ook weer oppakt, het bleef heel langzaam op gang komen om de mensen die andere zorg nodig hebben, om dat te geven zoals dat hoort. En eigenlijk zeg ik altijd, mensen klagen over discriminatie, want alles is COVID enzovoort. Maar het is ook discriminatie naar de andere mensen toe, die andere dingen hebben, waar niet naar gekeken wordt. Dus laten we een beetje nadenken en proberen om ook oog te hebben voor elkaar. Want ja, maar ik heb geen COVID. Ja, maar die ander heeft ook iets. Please, take care a little bit. Dan komen we er. Het valt op dat er personen zijn die buiten in de zon of op de fiets een mondkapje dragen. Dr. Bergraaf legt nog eens uit waarom en wanneer het dragen van mondkapjes nodig is. De overdracht heeft te maken met concentraties. Als ik in een gesloten ruimte zit, de airco aan, de lucht blijft hetzelfde. Wij stoten continu virus uit, dus de kans dat ik besmet raak is groot. Als ik buiten ben, dat vervliegt gelijk in de buitenlucht. Dus ik hoef me geen zorgen te maken over die concentratie is hoog, dus ik ga. Mag je rustig je mondkap afdoen. Goede lucht naar binnen. Zorg dat je niet achter een auto staat waar er een heleboel uitlaat gaan ze uitkomen natuurlijk. Maar zorg dat je gewoon verse lucht naar binnen krijgt. En je hoeft echt buiten je mondkap niet aan te doen. Natuurlijk moet je niet in een groep van 30 mensen gaan staan dicht bij elkaar. Ik bedoel, dan krijg je vanzelf dat de concentratie stijgt. Maar als je genoeg afstand hebt, prima. Het volledige gesprek met huisarts Elisabeth Bergraaf, waarbij ze ook een oproep doet aan de gemeenschap, is terug te zien op ons YouTube-kanaal ATV Suriname.